Welkom bij deel 2. Ik wist niet dat mijn camera 10 minuten had. En van de week ging hij in één keer uit. Dus voor de rest verder met voedsel. Ik zal even beginnen waar ik net gestopt was, over de babymelk. Ik heb de hele tafel al laten zien, of het hele bankje. Met dat ik alles ompak in ziplock bags, met de reden dat ik in de natuur geen vuil weer achterlaat en niet met een halve vuilniszak op mijn rug wil lopen. En je kan zien aan de hoeveelheid voedsel dat het ook niet lekker is om met een kilo vuil te lopen. Dit was een babymelk. Ik had net gezegd, heel veel vitamines en mineralen. Het is heel handig, bijvoorbeeld in Noorwegen en Zweden kan je dat gewoon loskopen. Ik weet niet of het hier zo uiteindelijk zo is, maar in een kleine plaats aan Sala, zo hoog in het noorden, kan ik me voorstellen dat ze niet alles hebben. Dit zijn zakjes. Vind ik erg handig. Dit zijn dan zakjes eigenlijk om dingen in te maken. Maar uiteindelijk brengt het wel wat smaak aan je eten. Dit is bouillonblokjes. Zout. Vooral. Maar ook uiteindelijk om smaak te brengen aan het eten. En ik heb hier eigenlijk vroeger liet ik ze enkel ingepakt. Maar nu is het, pak ik ze gewoon uit, want ik wil al die papiertjes niet bij me hebben. En dit is dan zeg maar kip en rund. Plus een restje van de vorige keer wat ik nog over had. En uiteindelijk, stel dat mijn koffie op is, dan ga ik ook over aan de bouillon. Of als ik merk dat ik te weinig gedronken heb, of te veel zouten verloren heb, ga ik dus ook aan de bouillon. Dit is mijn leukste grap. Blikken. Maar eigenlijk, de grap is, ik koop een nieuwe beker en ik koop een nieuwe pan. En ik krijg het voedsel er gratis bij. En ik heb de oude net vaarwel gezegd. En over een week of wat zijn deze helemaal zwart. Maar uiteindelijk in Canada heb ik ongeveer 3 maanden met dezelfde blikken gedaan. En het werkt prima. Tabasco komt eigenlijk op hetzelfde neer als peper, waar ik het over gehad heb de vorige keer. Dat het een natuurlijk antibiotica is. En en ik vind het zo langzamerhand wel lekker. Zeep om mijn kleren te wassen. Als je kleren een beetje vochtig zijn, gewoon een beetje zeep eroverheen. Sokken, een beetje vochtig, een beetje zeep eroverheen. Klaar. Nog meer bonen. Dit zijn dan kikkererwten. Normaal heb ik ook heel veel linzen mee. Pindakaas. Het enige nadeel is hier wel prijzig. Het enige nadeel hiervan is het is een glazen pot. En normaal als ik dit zeg maar thuis prepareer of ik doe boodschappen, zorg ik dat het plastic is. Want ik heb geen zin. Ik wil geen glas achterlaten in de natuur. Dus waarschijnlijk ga ik deze nog, want ik kom nog door een aantal dorpen heen, proberen ergens in een vuilnisbak te dumpen. En anders gaat het alsnog in een ziplock bag. En er komt zo'n tractor voorbij, maar volgens mij kan ik wel doorgaan. Dit is nog een restje van gisteren. Dit is zoals, het ziet er nu niet echt fris uit. Maar dit kan dus, dit is eigenlijk bloem met rijst. En er waren nog wat peper en knoflook. En volgens mij zit er zelfs nog wat lijnzaad in. Wat ik in Nederland gekocht heb, wat me uiteindelijk prima bevallen is. En dat zit er doorheen gemengd. En als ik dat heel dun oplos, maak er een soort pap van. 'S morgens vroeg. Wat ontzettend machtig is. Of ik bak er uiteindelijk een brood van. En die broden worden uiteindelijk, gaat het eruit zien als dit. Dit bak ik gewoon bij het vuur. Wat ik doe, ik leg ze op een steen. Ik brand de zijkant of een brand. Ik bak de zijkanten hard, zodat het uiteindelijk het deeg hard wordt. En dan zet ik ze op een zijkant, zeg maar richting het vuur, zoals ik dat nu ontdekt heb, wat het makkelijkste is. En dan, omdat je toch je vuur aan hebt, dan in de loop van de dag wordt het, of in de loop van de avond wordt het, wordt het gaar. En dan uiteindelijk heb je dus eigenlijk je middaglunch, maak je dus eigenlijk 's avonds. En bijvoorbeeld in zo'n zak, als ik dit, stel dat ik hier nou nog, bij deze ziplock bag, als ik daar nou nog bloem bij gooi, dan kneed ik alles in de zak. Dus op die manier maak ik bloem. En zelfs thuis is het de meest schone manier om deeg te maken. Voor de rest, dit schijnt of een fabel te zijn of werkelijkheid. Ik heb hier nog een kleine rode peper, die had ik nog uit Nederland. Voor de rest knoflook. Schijnt de knoflook de fabel is dat het, of het is fabel of het is werkelijkheid, dat je minder last van muggen hebt. Bosjes.
Nou, normaal neem je in principe voor de calorieën heel veel hele droge worst. Maar die is op zich qua prijs natuurlijk dramatisch. Wat ik vooral doe is tijdens zeg maar, de opvetperiode, wat ik net heb uitgelegd voor een nieuwe tocht. Dat ik eigenlijk de worstjes als eerste opeet. Want je draagt natuurlijk relatief veel vocht in een worstje. En water dragen is natuurlijk altijd zonde. En in deze omgeving anti-muskietenspul. Hoewel, kijk, de moeilijkheid met het anti-muskietenspul is dat het op zich niet echt gezond is voor je huid. Een netje is handig. En 's avonds heb ik gisteravond ontdekt, omdat ik rook, blaas ik eerst vuur de rook omhoog. Kijk waar de wind vandaan komt. En dan dan bouw ik een vuur. En dan zorg ik dat ik half in de rook zit. En daar houden muggen niet zo van. Simpelweg omdat ze volgens mij niet adem kunnen halen. Omdat ze ademhalen met hun lichaam en hun tracheeën. En ze hebben niet zo'n last van muggen. En 's avonds als ik ga slapen, zorg ik dat het vuur wat ik maak uiteindelijk nog gloeit. Zodat ik de komende uren geen last van muggen heb. En soms word ik midden in de nacht wakker en zorg ik dat ik een klein beetje hout klaar heb liggen. Dan steek ik het vuur opnieuw aan, want dat gaat natuurlijk uit. En dan heb je een hele natuurlijke manier om van de muggen af te komen. Of in ieder geval, of de muggen van jou kan natuurlijk ook. Hier nog een kilootje rijst. Ik heb niet 3 kilo rijst mee. En nog een pakje tabak. En dat was waren zo'n beetje de boodschappen. Maar zoals je ziet, dat is dit ongeveer, ik zal hem even een beetje draaien. Is dit uiteindelijk een goed bankje met voedsel. Wat uiteindelijk zo'n, ik heb nog 2,5 minuut. Wat uiteindelijk zo'n 15 kilo is. Denk ik ongeveer. Misschien zal het iets meer zijn, misschien iets minder. Maar omdat het basisgewicht van mijn rugzak relatief licht is. Ik denk uiteindelijk zo'n 15 kilo, wat in principe nog lager zou kunnen. Kom ik uiteindelijk neer op zo'n 35 kilo, zeg maar. Aangezien mijn rugzak heel erg, of althans aangezien ik gewoon een hele goede rugzak heb van Berghans. Van 135 liter. En dat is ook omdat ik 's morgens geen zin heb om matjes strak te moeten oprollen. En zoveel tijd bezig zijn om slaapzakken strak op te rollen. Omdat alles maar net in mijn rugzak past. Ik wil gewoon 's morgens alles erin proppen. En gewoon gaan. Ik wil geen moeite doen om uiteindelijk, wat ik aangeef, dat ik mijn matjes zo strak moet oprollen. Of mijn slaapzak zo strak moet oprollen. Dat ik elke morgen pijn in mijn handen heb van het oprollen van een matje. Dus koop ik liever een rugzak die veel te groot is, waarin ik alles dus gewoon in kan proppen, dan een rugzak die precies op maat is. En een grote rugzak waar alles makkelijk in past dan een te klein rugzakje waar je continu loopt te etteren. Sorry, moeite loopt te doen, zodat alles erin past. Normaal koop ik ook schoensmeer. Dat heb ik nu niet gevonden, dus ik los het op door de neuzen van mijn schoenen. Ik zoek een stuk vanavond of morgen. Ik zoek een stuk berkenhout. Dat verbrand ik. Daar haal ik de kolen vanaf. En omdat er een bepaalde vet in het berkenhout zit, smeer ik dat over de neuzen van mijn schoenen heen. Maar als ik dat natuurlijk vermeng met normaal vet, dan heb je een laag. Daar komt er gewoon helemaal niks doorheen. Maar normaal, elke keer als ik opnieuw bevoorraad, dan. Dan haal ik opnieuw schoenvet. Ik zal even kijken hoe ver ik ben. Nou, ik heb nog 20 seconden. En ik zou zeggen, neem de voordelen van de adviezen. En mam, ik eet echt gezond. En pap, ik eet echt gezond. Ik hou van jullie. Tot de volgende keer. Dag!